Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In deze aflevering, als er niet al te veel lek is, want dat kan ik niet zo heel erg goed zien of er nou veel lek is of niet, gaan wij wat van die Ancient Magic plaatsen bezoeken. En dat doen wij om de reden dat wij dan zo'n Ancient Magic dingetje erbij krijgen. En zo'n dingetje geeft je gewoon een extra keer dat je het kan doen. En daar gaan we voor. Een beetje exploren waar we misschien weer heel veel uit kunnen halen op het moment dat wij straks wat verder in de game zijn en dat heel erg goed kunnen gebruiken. We moeten die kant op vliegen, zo te zien. Er was ook een Merlin Trial in de buurt van deze, misschien dat we die meteen wel even kunnen doen straks. Zo. Oeh, er zijn mensen. I don't want to work with Confringo. A student who isn't afraid to use the gun. You're the one who released trouble. How embarrassing, Confringo. Nice. Oké, we zijn er. Eerst naar de magic spot. En dan gaan we eens even kijken waar de ancient magic bulbs zijn. Ah, interessant, oké. Revelio. Oh, die hebben we misschien straks nodig voor die voor dat gebeuren, voor de Merlins gezeik. Ja. Oké. We hebben dat geopend, dus moeten kijken of we hier boven kunnen komen. Ik zie nog niet echt een makkelijke manier om boven te komen. Ik zie wel dat we hier binnen ook moeten zijn. Oh, kijk, hier kunnen we naar binnen. Oké, dat is gelukt. Revelio. Hey, en hier is een trap. Dat zal vast betekenen dat we naar boven kunnen. Zo. Er waren opeens spinnetjes. Maar eerst even dit. Er is hierboven nog meer. Ik ben wel eigenlijk nu wel benieuwd. I'm intrigued, om precies te zijn. Wingardium Leviosa. Heavy chest, dat is meestal een legendary item in. Dat was nu ook zo. Ik wil nu eigenlijk even naar beneden, want hier is ook die Merlin's Trial. Die willen we meteen even doen. Ik denk dat dat te veel fall damage kost, dus dat gaan we maar even niet doen. Dat gaan we maar even op de veilige manier doen.
These rocks have seen better days. Kijk, wat vlot. Moet je weer zoveel moeite doen? Kan dat niet vanaf een bepaalde hoek? Ja, nice. En hier zaten er ook drie. Nice. Nog Merlin Trial gecleared. Dit moet ik heel even doen tijdens de aflevering, jongens. Werken tijdens de aflevering, dat kan allemaal. Zo. Deze gaan we nu doen. We kunnen hier als het goed is naartoe warpen. Laten we daar naartoe warpen. Daar in de buurt zat ook volgens mij zo'n trial. Maar als ik het goed heb, zijn in die kleine stadjes waar we nu naartoe gaan ook Demogeist Orbs. Dus die gaan we ook even meteen even meenemen. Ik weet niet hoe het zou faren in een klein plaats zoals dit. Revelio. Ah ja, er zit in een trial. Maar eerst deze maar openen. Nice. Hier misschien nog. Oh. Oeh. Een heavy chest, daar houden we van. Geen Demogeist Orb hier. Waar is de deur? Daar is de deur. Geen Demogeist Orb hier, maar dat is niet erg. Revelio. Er is hier vast ergens een andere mogelijkheid voor zo'n orb. Hey. De Tilted House. Challenge complete. Dat is weer iets om te collecten, zie ik. Laten we dat eerst even fixen dan, want hier staat een dude die wil verkopen. Of een dudette in dit geval. Hello, nice to meet you. Nice to meet you as well. I'm Fatima Lawang. Welcome to my shop. Anything I can help you with? What do you have for sale? What are we looking for today? Okay. Nou, eigenlijk verkopen van die bijvoorbeeld. Of die bijvoorbeeld. Of die bijvoorbeeld. Thank you. Dit zijn monies weer hoor, rotzevlot.
Top. Thank you for stopping in. I appreciate Rebellion. It. Er moet hier ergens een Demogorgon zijn. In ieder geval In ieder geval ergens hier, dat weet ik zeker. Seems a pleasant enough little place. Rebellion. In elk zo'n dorpje namelijk. Hier helemaal niks. Misschien boven? Oh, je bent er geweest. Nee, dan ook niet hierboven. I'm not sure. Dit is vervelend. Ik weet namelijk zeker dat er hier eentje moet zijn. Volgens de map in ieder geval. Of zou het... Oh, nee, dit is niet overdag. Dit is nacht. In ieder geval... Oh, die is al geactiveerd. Goed om te weten. Ik zag die bal ook ergens. Wacht, die bal was hier. Ja. Rebellion. Alleen het... Oh. Alleen het gat waar, het bal in moet, waar de bal in moet, weet ik even niet meer. Ik zie wel een huisje waar ik nog niet in ben geweest. Is die hier dan? Er zit een lock in, dus er is een mogelijkheid. Wat een plot. Nou, dan gaan we hier kijken. Hé, daar is hij. Ik kon ook niet anders dat hij ergens hier in het dorp eentje was. Is er boven nog iets interessants? Niet! Wauw. Laat me ook weer sneller lopen alsjeblieft. Dankjewel. Het is like a place right out of a storybook. Ik denk dat hij die kant op moet. Ik denk dat Bombarda een makkelijkere spreuk is daarvoor. Bombarda. Niet? Zullen we eerst eens kijken waar die in moet? Zal in een gat moeten, maar... Oh, helemaal daar. Dit wordt een ding. Want volgens mij kan ik hem niet Leviosa in. Volgens mij is hij daar te zwaar voor. Je kunt het proberen. Oh, dat kan wel wat. Dat is easy. Zo.
Nu is het nog belangrijk dat we daar naartoe gaan. Dat is hierboven, dat is dichtbij. We houden van dichtbij. Oh, dat valt vies tegen. Leuk, do we have a brooming? Zo. A castle. Must have been quite stately in its time. Oké. Revelio. Investigation. Okay, nice. Incendio. Revelio. Er zit er hier eentje. Accio. Incendio. We hebben hem al. Oké, mooi. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Oké, interessant. Accio. Dat is wel handig dat je gewoon Accio kan doen. En dan wordt het uiteindelijk toch een Wingardium Leviosa. Well, dat was toch niet de bedoeling, blijkbaar. We moeten wel naar boven, maar hoe de... Ah, misschien zo. Nee, zo ook niet. Oké. Okay. Oh, hier. Accio. Wingardium Leviosa. Nice. Revelio. Niks op deze vloer? Nee. Dan gaan we omhoog. Oeh, is dat zo'n sterrenkijker? Oké. Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Ah. Knowing the meat, he's likely studied here. Nice. Is dat zo'n sterrenkijker? Dat is ook interessant, want die hebben ook nog niet zoveel gedaan. We moeten eerst zien te kijken hoe we daar komen. Want met de sprong gaat dat niet lukken, denk ik. Nee. Kan niet op het randje. Oh, wacht, je kan Leviosa doen, hè? Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Yeah. Dat vergeet ik soms dat het een mogelijkheid is, maar die is best, dat is best wel een lastige... Shame I didn't have an audience. Dat ken ik. Je moet het maar weten, laat ik het zo zeggen. Top. Oké. Okay. Laten we meteen die sterren kijken, maar even doen. Een draak. Oh nee, een Capricorn. Kreeg ik daar iets voor? Alleen XP. Oké. Okay. Nou, dan gaan we volgens mij, als het goed is, naar de laatste Ancient Magic punt. Tenminste, niet de laatste waarschijnlijk die in de game zit, maar wel de laatste waar wij op dit moment naartoe moeten. Want we moeten daar naartoe om
nog zo'n extra balletje te krijgen voor Ancient Magic. Dus dat gaan we deze aflevering nog doen. Als het hier een beetje meewerkt, want ook hier moet weer een demiguise zijn zometeen. Oh. Er is hier nog een demiguise, toch? Ja. Oké. Revelio. Dan gaan we eens even kijken. Dat is een verkoper. Enjoy suffering, do you? Hier binnen verder is geen. Oh, dat zeg ik nu heel hardop. Maar hier. Boven kan nog wel wat zitten. Ben ik nou voor niks naar boven gelopen? Dat is heel sad. Oké. Revelio. Hier binnen zit een kist. Een zware, dus dat is een legendary item. Nice. Oh. Revelio. Oeh, een wild potion. Dat is fijn. Ah, oh, hier is de demiguise. Dat is goed om te weten. Alohomora. Now, Demi guys. Nice. Revelio. Topping. Dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu snel naar die Ancient Magic gebeuren. Oeh. Dan moeten we op. Okay, investigate. Poggle juice. Fijn. Hier ligt er een voor te grijpen. Daar hou ik sowieso al van. I should investigate. Oeh, daar heb ik geen zin in. Hier zullen nog wel meer in de buurt zijn dan ik kan. Ik zie wel heel veel bollen. En die bollen die zijn op zich interessant. En dit is volgens mij... Oh, dat is voor een cave. En we zoeken eigenlijk nu alleen. Van die flames. Maar ik zie de flames eigenlijk niet. Zitten die hier beneden dan misschien? Nee. Dat is voor die cave die we nog moeten unlocken hier. Revelio.
Zou het hier kunnen zijn? Geen idee. Dat is te openen van binnen. Waar zou het zijn? Rebellion. Oh, daar is de Rijn. Betekent dat ik... Oh, fuck. Laten we vooral vooral die lekker pakken. Kut. Auw. Nu met rust. Hallo? Oh jezus, ze zit nog steeds achter me aan. What the fuck? Trollbaggers. Was niet ideaal, maar we hebben hem verslagen. Er is er dus nog eentje lingering around. Kunnen kijken of we stupid.
Bombarda. Ow. Dead. I think they felt that in London. Okay, nu kunnen we rustig op zoek naar het laatste stukje van die onzin. Oh fuck. Oh, daar is het laatste stukje van die onzin. Daar kunnen we gewoon heen vliegen. Zo. That wasn't too hard. En dan hebben we als het goed is 6, of niet? Ja. Even kijken, dat kunnen we hier doen. Naar challenges? Ja, we hebben er meerdere gehaald, dat is positief. Oh, ik dacht dat we er hier een gehaald hadden. Ja, kijk, die. Vlotse vlots. Exploration, hadden we hier nog een? Nee. Wacht, blijkbaar wel. Oh nee, die is nieuw gekomen. En hier hadden we nog echt een gehaald. Nice. Oh, en we zijn er ook ergens een nieuwe gekomen. Dat is die. Oké, nice. Dan ga ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We gaan de volgende aflevering deze area even completen met de cave die hier is. En met de Merlin's Trial die hier is. Dus dan gaan we dat even fixen. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.